Wat is dit, de schat? Oh, schat, er zit wel een tripwire op jou. Wat ga je doen, schat? Lieve schat, niet doen. Don't do it, schat! Oh my god! Yo, mensen van Dodo, welkom bij een nieuwe map van een Brodo. Vandaag gaan we weer een custom map spelen, die door jullie is gemaakt. Vandaag spelen we die van Julia. Julia heeft een hele dag, of misschien zelfs langer, aan deze map gewerkt. En de map heet De Mijnwerker. Nu wil ik even erbij zeggen dat ik ongeveer per dag rond de 20 custom maps krijg. Wat superveel is, wat super tof is. Maar daardoor heb ik wel besloten om een selectie te maken. Want het viel me op dat de laatste paar keren sommige maps, hoewel ze super lief was en super leuk dat mappen gemaakt werden, waren sommige wat simpeler, waren binnen een half uurtje gemaakt. 3 minuten uit te spelen, noem maar op. Dus ga ik mijn best doen om wat leukere, interessantere mappen te kiezen. Waarvan ik denk van, nou, die zijn wel echt heel tof. Dus als je nog een map gaat opsturen, dat kan naar dodoserie@gmail.com. Zorg er dan voor dat hij een beetje interessant is. Misschien met een verhaaltje, met wat grapjes, met een quizje, met een scène die mooi is opgelicht, noem maar op. Dat gewoon het helemaal op en top is. En hopelijk zoals deze map vandaag. Vind je dit nou een goede regel? Doe dan even een duimpje omhoog. En dan gaan wij beginnen. Hallo, Wouter aka Dodo. Dit is het begin van een avontuur. Een avontuur met Dopey Grim. Dit is een avontuur. En wat hoort daarbij? Juist, story. Dus dit is een map met alleen story. Oh, kijk achter je voor de story. Dat vind ik wel interessant. Ik heb nog nooit zo'n map gezien. Want je hebt wel wat achtergrondverhaal nodig van Dopey Grim. Oh ja, ik ben echt niet bekend met command blocks. Alle teksten zijn met signs en books. Maakt niet uit. En regels, die ken ik niet. Even kijken, de storyline. Je bent Dopey Grim en je bent verdwaald. Je liep eigenlijk gewoon op een mooie dag in het bos, maar je luisterde niet naar de bordjes en ging van het pad. Nou is dit bos niet zo groot, maar je bent wel nieuwsgierig en gaat alleen maar verder van het pad. Je komt een verlaten mijn tegen, vast nog voor jouw tijd, en bent nieuwsgierig. Waarschuwing, bordjes, noem maar op. Maar je luistert niet naar. Want, waarom? Maar daar luister je niet naar, want waarom? Dus je loopt naar de verlaten mijn. Ik weet niet waarom. Oh kijk, hier is in ieder geval een handige pijl van als ik de spawn niet kan vinden, dan moet ik daar zijn. Even kijken, ik ga hierheen. Verboden, niet te betreden. Artikel 103 verbiedt mensen hier te komen. Camerabewaking. Wat de heck? Oké. Okay. Camera? Een vlogcamera? Hallo? Is dit een vlog? Ben ik in een vlog? Oké. Beginstation De Mijn. Alle werknemers, kies uw pad en pak uw minecart. Attentie, iedereen dient een helm te dragen. Ik heb geen helm. Ik heb niets, ik draag niet eens kleding. Oh nee, meerdere gangen. Dit is net een railsdolhof. Beter ga ik wel te voet. De minecarts of rails kunnen stuk zijn. Oké. Okay. Waarschijnlijk zit hier meteen links zit gewoon de doorgang. Ik weet het zeker, ik voel het aan mijn water. Oké. Okay. Misschien ook niet, ik voel het aan mijn steen. Want het is een mine ding. We gaan gewoon structureel alles langs. Oei, oei, oei. Dikke doolhof, G. Maar wel leuk dat met een storyline erbij is. Dat vind ik wel heel tof. Hier is het niet. Gaan we deze kant op. De rails houden op. Waarom? I don't know. Waarom houdt de rails op? Wat is dit? Een grasplek? Een ingang? Wat? Laat ik maar eens gaan kijken. Het is inderdaad een grasplekje. Easter egg? Wat is dit? Wat is deze? Oh, dat is gewoon de Easter egg zelf. Oké, ik dacht er moest iets in zitten of zo. Waarom zit hier gras? Een huis in een grot? Het moet niet raarder worden. Hallo? Is er iemand? Zou het licht het nog doen? Die werkt wel. Niemand? Waarom is de open haard aan? Eeuwig vuur? Ja, dat is een hele goede vraag. Deze kist moet nog vast van de bewoner zijn. Jammer genoeg. Alleen spullen die hij verzameld heeft. Oh, spoiler. Het zijn alleen spullen die hij verzameld heeft. Maar ik neem ze toch mee. Want ik kan alles goed verkopen op marktplaatsen. Dus YOLO. Bedorven vlees. Zonde. En nog wat meer. Dit moet wel de keuken zijn. Arme plant. Oh man. Ja, dat ziet er echt niet uit. Ik haal hem wel uit. Oh. Of ik sloop de muur erachter. Oh, hier staat het licht ook nog aan.
Is dit een doorgang weer? Hij had het wel luxe. Oh, 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 let op de spellingsfouten. Jeez, hij had het wel luxe. Niet... Ik heb niet eens een bubbelbad. Nee. Ik zou het willen. Oh my god, nog meer lampen. Waar gaat dit heen? Kan ik hier omhoog? Oh, sorry, dat mocht niet kapot. Volgens mij moet ik ook gewoon in survival of zo. Want ik ga wel gewoon in game mode 0. Of is dit een douche? Oh, ik denk dat dit gewoon een douche is, jongens. Dat is geen doorgang. Dat is gewoon een douche. En hier zit lava. En daar een pressure plate. Toch? Wat gebeurt als ik daar iets opgooi? Niet heel veel. Toch? Of is er iets open of zoiets? Arme plant. Oh, staat bijna even in het eeuwig vuur. En wie weet zit hier wel gewoon een doorgang achter die schilderij. Het zou mij helemaal niets verbazen, weet je dat? Oh, what? Was dit er al? Ik weet het niet. Wat zit hierin? Beste avonturier en schat. Je bent zelf een schat, lieve schat. Beste man die dit leest. Ik ben bashful. Ik was ooit op een avontuur. Misschien net zoals jij. Ik kwam deze oude mijn tegen en ging erin op ontdekking. Ik raakte al snel verdwaald. Maar ik ben mijn leven hier begonnen. Ik heb gehoord dat er ergens in deze mijn een schat is. Een schat van een gierige mijner die al het goud en diamanten voor zichzelf wilde houden. De schat is nooit gevonden. Wel heb ik deze sleutel kunnen vinden voor als iemand ooit de deur vindt naar de schat. Ik heb een fijn leven gehad. D. En ook vredig gestorven. Nee, geen haat trouwens, jongens, even jullie het weten, maar valt gewoon op. Ik ben als ik dit schrijf nog niet dood. Maar veel succes, avonturier. En als ook jij verdwaald raakt, dan spijt dat me zeer. Ik zal vast niet verdwalen, want ik heb gewoon game mode. Even kijken, achter mijn open haard vind je de route die ik heb gegraven naar de schat. Zoek verder in mijn naam en vind de schat van de egoïstische mijnwerker. Oké. Okay. Oh, is dit weer een lamp? Ja. Zit hier toevallig een Easter egg? Nee. Oké, okay. Zit hier toevallig een Easter egg? Nee, oké. Okay. Oh, naar beneden. Achter de open haard. Moet ik die dan uitdoen of zo? Ik heb geen water namelijk. Ik weet niet of dat de bedoeling is. Wat is het automatisch springen? Irritant. Ik weet dat het uit kan, maar ik weet niet hoe. En ik weet niet of ik iets aan die pressure plate had. Dat is allemaal ijs. Zullen we maar gewoon erin? Er moet dan wel iets hier zijn, toch? Ga het gewoon proberen. Let's go. Oh my god, er is hier iets. Oh my god. We did it! Die had ik dus echt gewoon nooit verwacht in de open haard. Dat is echt super vet. Wow, ik schrok me dood. Wat een lange val. Oké, ik moest... de schat vinden. Oké, dit is me te warm onder de voeten. Gelukkig heeft Bashful een brug gebouwd. Alleen de tijd heeft de brug niet veel goed gedaan. Oh shit, nee. En zeker niet met automatisch springen. Is dit helemaal verschrikkelijk. Oei. Oké, gauw weggaan. Het is te warm hier. Inderdaad. Want ik ben er. Woo! It's getting hot in here! Wat is dit? De schat? Oh, schat. Er zit wel een tripwire op jou. Wat ga je doen, schat? Lieve schat. Don't do it, schat! Oh my god. Diamonds. Emeralds. Ik ben rijk. De verborgen schat is van mij. Oh. Volgens mij heb ik gewoon de schat. Ik heb gewoon de schat. Not today, my friend. Not today. Hoe stond ik er dan voor? Lol. Ik heb een schat. Ik heb een schat. Oké. Ik ga wel naar beneden. Want ik denk dat dat ik hier naar beneden moest. Wow! Wat was dat? Heeft Bashful dit gedaan? Of ben ik verder met de schat vinden dan dat hij ooit is geweest? Nou, ik heb al flink wat schat gevonden. Toevallig allemaal 64. Behalve die. Iemand heeft één nugget genomen. Gelukkig is het een trap. Al gok ik dat die ook stuk is. Ik hoop het niet. Wow, diamonds!
I love it. I love my diamonds. I love my diamonds. Oeh, verdomme. Klote trap. Waarom kan je niet gewoon een normale trap bouwen? Oh, die auto-jump. Ah, nee, niet weer zo'n map. Waarom ben ik zo slecht, die spaghetti? Oké, Wouter, gewoon rustig. Spring. Oh, solid. Oh my god, niet solid. Oké, we gaan nog één keer proberen, daarna wordt het creative. Oké, fuck deze shit, G. Ga lekker zelf springen of zo. Hey, we hebben het gehaald. Doe nog even de laatste jump. Oké. Game mode 0. Welke weg moet ik nemen? Wie dan ook deze trap bouwde, of hij kan er niets van. Het is echt een hele oude trap. Ja, ik denk dat hij gewoon niets van kan. De maker van deze map is een beetje slecht in trappen bouwen, zo te zien. Welke weg moet ik nemen? We gaan voor links, want ik ben linkshandig. Die logica heb ik al eerder gebruikt, dus dan moet het wel werken. Ook al lijkt dat niet helemaal het geval te zijn. Nee, oké. Weet je wat? Ik ben niet rechtshandig, dus die kant moet ik nemen. Dat klinkt heel logisch. Ook niet. Zo'n doolhofje. Ik vind het wel fijn dat het niet van die eindeloze doolhoven zijn. Het zijn gewoon kleine doolhofjes. Ik denk niet dat ik daar naar beneden moet, of wel? Of is dat een pressure plate? Nee. Overal gooi ik gewoon eerst zaad naar beneden, weet ik of het is. Easter egg 5. Oh my god, 5 alweer. Wat een doolhof, toch maar door gaan zoeken. Ja, zeker. Tot nu toe heb ik niets gevonden. Want weet je nog dat ik zei over een eindeloos doolhof? Yeah, about that. Oh, hier, kijk. Poeh, ik heb dat eindelijk gevonden. Alleen, wat is dit? Een soort van vragenkamer? Wat gebeurt als ik de vraag fout heb? Was dat vroeger hun beveiligingssysteem? Dat zou best wel kunnen. Wat is de grootste schat ooit gevonden? Goud, juwelen en beelden? Of goud, juwelen en schilderijen? Weet ik veel. Ik gok beelden. Maar eerst gooi ik gewoon iets naar beneden. Oké, dat werkt niet. Dat verbrandt aardig. Ik hoop niet dat ik dood ga. Anders moet ik in creative, want anders word ik volgens mij teruggeteleport helemaal naar het begin. Dus ik hou mijn creative bij de hand. Oh, ik zei bij de hand. Niet zo bij de hand. Oké, dit is hem. Oké, ik heb mijn creative niet helemaal bij de hand gehouden. Man, we moeten helemaal terug. Daar ben ik weer. Nou, laten we dan maar in deze gaan. Ik ga wel dus even in creative, want anders ga ik dus hartstikke dood blijkbaar. Moet ik blijkbaar helemaal overnieuw. Alright. Waar is de grootste schat ooit gevonden? Onder een oude tempel? Of in een kamer in de piramide die vol traps zat? Ik denk in een piramide met traps. Dat is altijd is wel klassieker. Oké, dat is blijkbaar niet. Serieus, heb ik gewoon alles fout. Tot nu toe in ieder geval wel. Impressive. Impressive, impressive. In welk land is de grootste schat ooit gevonden? Jeez! Nou ja, het was onder een tempel. Nou, dat kan in beide landen, maar ik denk dan India. Veel tempeltjes in India. Yes, we hebben hem! Lekker! Alright. Wat is het duurste schilderij? De kaartspelers? Of interchanged? Ik denk de kaartspelers. Niet. Ik denk die niet. Interchanged wel. Oh, perfect. Goed geweten, Wouter. Voor hoeveel miljoen is interchanged verkocht? 300 of 250? I don't know, bro. Ik zou er 300 miljoen, miljard, 1100 voor betalen. Yay, die is goed. Hoeveel is een diamant van 24 karaat waard? 1069 of 1005? What? Zo'n klein verschil. Ik dacht namelijk dat het 1067 was, maar ja, dat is dus niet het geval. Ik denk 69 omdat het leuk klinkt. 69. Yay! Vieze diamanten, mensen. Hoeveel weegt de grootste diamant ooit gevonden? 220 gram of 140? Ik denk 220. Bam, jongens. Ik weet dit. Hé, een liever. Is dit een Easter egg? Oh, lol.
Huh? Waarom kan ik... Huh? Waarom zit die liever daar? Om dat dicht te maken. Zat die dicht? Of misschien was hij gewoon dicht en heb ik hem open gemaakt. Dat zou natuurlijk ook kunnen. Ik denk dat dat het was. We gaan trouwens weer even in game mode 0. Ergens zit de sleutel tussen. Zoek naar de hints. Wat is dit dan? Nog een kamer die Bashful heeft gemaakt? Ik vraag me af. Wat als je de verkeerde overhaalt? Kan het misgaan? Sowieso dat het misgaat. Dat hebben we tot nu toe wel ontdekt. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Oh. Wat is dit dan? Een tombe. Huh? Ik snap helemaal niets meer van waar ik nu heen moet. Oké. Okay. Ergens zit de sleutel tussen. Zoek naar de hints. Oké. Okay. Was dus een tombe. En ze zijn met 4 zilveren stukken bedekt. En het waren 2 farao's. Oh my god, er liggen hier gewoon dode mensen? Holy moly. Dit lijkt wel een graftombe. En als ik zo zie, 4 witte en 4 zwarte bewakers. Dat is wel heel cool gedaan, hè? Dat ziet echt super cool uit. Oké, okay, we hebben 4 witte en 4 zwarte. En we hebben 2 farao's. En zijn bedekt met 4 zilverstukken. Het waren 2 farao's. Ze zijn bedekt met 4 zilverstukken. Ja, welke hendel moeten we dan overhalen? Is dat dan 4 of zo? Of 6, omdat er 6 dingen in zitten? En... Er waren 4 witte en 4 zwarte bewakers. 4 wit en 4 zwart. Waar slaat dat op dan? 4 wit en 4 zwart. Of zoek ik er te veel achter? Nee, het moet met een reden erin gedaan zijn. 4 witte, 4 zwarte. Dat betekent 4 per farao misschien? En 4 zilveren stukken. Is 4 niet gewoon het kernwoord hier? Laten we eens kijken. Ik denk dat 4 gewoon het kernwoord is. Of het kerngetal eigenlijk. Bam! Klinkt niet goed. Waarom gebeurt er niets? Er gebeurt bij ze allemaal niets. Ergens zit de sleutel tussen. Zoek naar de hints. Ik snap er nu al helemaal niets meer van. Oké, ik snap er echt helemaal geen drol van. Waarschijnlijk is het super obvious, maar ik heb geen idee. Benauwe gang. Ik snap wel waarom Bashful het niet vond. Ja! De volgende keer blijf ik op het pad als ik in een bos ben. Oh nee, donderop. Oké, ik ga dit echt... Niet veel proberen, want ik haat deze shit. Als hij met autojump is hij best wel te doen eigenlijk. Ik snap niets van die sleutel eerlijk gezegd. Oh jojo, ik heb het gewoon gedaan. Huh. Weer een keuze, welke kant? Always right. Of toch links? Daar zie ik slaan en daar zie ik slaan. Nou, ik denk altijd rechts. Oh my god. Durf je het aan? 50% kans om dood te gaan, 50% kans om te leven. YOLO! Hey. Oké, nu ik hier ben, wat nu? Weer eens door de gangen, denk ik. Zoveel gangen en ik heb niet eens een sleutel gescoord. Oh, ben ik er al? Of is dit gewoon een trollgang die echt nergens eindigt? Trollgang, don't you troll me. We gaan naar beneden. Oh, dat kan niet. Ja, of is dat die lever die ik moest hebben? Dat zou best wel kunnen. Ik weet niet. Hoort dit of is dit misschien gewoon fout? Ja, goede vraag. Ik weet het niet. Ik weet het niet, dames en heren. Welke kant moet ik op? Deze kant? Moet ik deze kant? Hier kom ik vandaan, toch? Of niet? Ik heb een lever overgehaald.
Hek, waar ben ik nu weer? Wat is dit voor een kamer? Rare kamers, jongens. Rare kamers. Ik ben echt het spoorbijster. Hier was ik al een keer geweest. Hier is die ene. Okay, ik ga gewoon heel eventjes kijken of ik niet toevallig hierheen moet. Ja, ik denk het wel. Ik denk het wel. Ah! Deze kant. Deze kant. Deze kant. Deze kant. Liever. Lever, liever. Ja, en ik denk dat ik dan eerder ook nog een lever had moeten doen of zo. What the fuck zit daar dan? Heeft dit een blokje weggehaald of zo? Nee. Ik heb echt geen idee wat dit doet. Misschien hoort dit blok daar ook gewoon niet. Ik weet het niet. What the fuck is dit? Okay, ik ben het echt weer aan het verkloten, jongens. Nee! Game mode survival. We wachten heel eventjes totdat het weg is. Ja, lava. Dank u. We gaan weer naar survival. Holy guacamole, waar? De freak. Moet ik zijn? Echt, ik neem alles terug over die eindeloze doolhoven. Geen wonder dat die dude hier verdwenen is. Oké, we gaan even kijken hoor. Oké, guys, ik ben bij het stukje terug bij af. Blijkbaar moest ik hier dus ergens in de buurt. En moest ik, waar ik hier was, moest ik meer doen dan ik dacht. Want, dames en heren, je kan hier blijkbaar naar beneden. Gelukkig de goede weg op naar de schat, hopelijk. Ik hoop het ook, man. Ik hoop het ook. Zou ik dan eindelijk de weg vinden van de schat? Ik denk het wel. Ja, je komt nooit op dat soort dingen dat je weet dat je door de lava moet. Er moet echt wel een hint of zo voor zijn. Je springt niet zomaar random in lava. Zeker niet in creative, volgens mij. Maar dat maakt niet uit. De weg naar het ding. Dit ook. Dit hoort gewoon volgens mij daar helemaal niet te zijn. Dit hoort daar helemaal niet te zijn. Dus ik haal dit even weg. Laten wij eens kijken. Want blijkbaar eindigen wij hier. En waar zouden we dan heen moeten? Wat hebben we geleerd? Hint. Volg de lava. Oh my god. Eindelijk gevonden. De grote schat waar Bashful om vroeg. Ik heb het uit jouw naam gedaan, Bashful. De schat. Ik zal hem delen met het museum, zodat iedereen ervan kan genieten. Wat ben ik blij dat ik van het pad afging. Hoera. Ah, dat is wel leuk dat hij zo ook zo'n eindelijk... Zo'n goede eindline heeft, weet je wel. Auw. Oh, Jesus. Oké, dit doet pijn. Wauw. Alright. Ik weet niet of ik hier dan ook weer in de lava moet. Ik denk het haast niet. Ik heb geen idee. Ik loop gewoon hierdoor en... Hey, een ijsbeer! What the heck? Waar ben ik nu dan? Inderdaad. Yo, ijsbeer! Wat kom je hier doen? Mooie boom. Zeker een mooie boom. Beetje plat. Mooie zon, hè? Ja, ik vind het zeker een mooie zon. Ik ga hem even op de ijsbeer gooien. Yo! Oh, no! Oh, nee! Oh, hij doet geen damage. Gelukkig. Nou, dat was het dan, het avontuur. Yo, ijsbeer, donderop! Alweer dope, nu weer Wouter. Ik hoop dat je het tof vond. Jezus, ik word echt gek van dat beest. Willen alle kijkers op dit kanaal even een duimpje omhoog doen? Nou, dat zou ik sowieso super tof vinden. Ik ga hem even terug in survival. En als jij de aflevering tot hier hebt gezien, zeg dan... De zon is een vuurbal. En draken spuwen vuur. Zo, nou, blijkbaar jongens, dat mogen jullie zeggen. Wouter, vergeet jij geen cijfer te geven? Dan was dit wel mijn praatje. Ik heb er een hele dag aan gewerkt ongeveer. En dat was het. Ik weet niets meer. Wouter, cijfer geven, niet vergeten of er overheen praten. Doei mensen! Ik zou nooit er overheen praten, toch? Volgens mij heb ik echt al 25 minuten volgeluld. Ik vind het heel tof wat je hebt gedaan. Ik vond het super leuk dat je een verhaal hebt aangemaakt. Sommige dingen waren een beetje langdradig. Niet heel erg te voorspellen, zoals met de lava en zo. Ik had echt geen idee waar ik heen moest, eerlijk gezegd. Dus ik geef het een 8, want ik vond alles en alles daar super tof.
Dus ja, well done. En jij ook, Kippie. Well done voor het staan hier. En superleuk hoe je alles hebt gemaakt. Ik hoop ook dat jullie deze map leuk vonden. Vond je dan leuk? Doe even dat duimpje omhoog. Vergeet ook zeker niet te abonneren als je het nog niet gedaan hebt. En dan zie ik jou heel graag volgende keer bij een nieuwe map. Tot volgende keer, mensen. Ja. Laat mij nu zeggen ja tegen die en die ja. Je swingt met je ex en dan is het raak. Niet stoppen voor het goud, maar recht naar die ja. Mijn paard komt kijken hoe het nu met me gaat. Hey, paard.